Goedenavond, mijn naam is Liqueur en dit is vrachtwagenchauffeur. Ja, dat is wie. Woo! Let's go, vrachtwagenchauffeur! Ik ben jouw adviseur, met een goed humeur, Vincent chauffeur! Ja! Omdat ik vandaag chauffeur ben geworden door een klein ongelukje, ben ik zaagsoepeneer van plan om van Zurich naar Genève te verplaatsen. Nee, we gaan een opdracht doen in Zwitserland. Vorige keer in de aflevering hebben we gezien dat ik in Zwitserland was. En ik heb genoten van de omgeving. Dus ik dacht, ik ga een kleine vracht doen. Oké, en dat doen we lekker door Zwitserland. Ik ga eens kijken op de mapkaart. We gaan hier even naar rechts, denk ik. Dus ik maak een scherp bochtje. En we hebben zaagselpanelen in onze vrachtwagen gekregen. En omdat dit mijn eigen vrachtwagentje is, wat ik eigenlijk, ik ben eigenlijk aan het sparen voor wat groters. Komt dat nog zeker wel ooit. Ooit komt het nog wel. Maar ik ben aan het sparen. En dat wordt een ontzettend vette vrachtwagen. Ja, dat wordt gewoon een hele gave. En we hebben zaagselpanelen en we gaan die vervoeren vanuit Duitsland naar Zwitserland. En Zwitserland, jullie weten het, de plek van bergen, maar Duitsland is natuurlijk ook... Zwitserland is natuurlijk ook... Bedankt meneer dat u mij botste. Ja, en ik dus geen boete krijg omdat u tegen mij botste. Dank u vriendelijk. En... Zwitserland is prachtig. Zwitserland is mooi. Zwitserland is te gek. En ja, ik wist niet dat het zo mooi was. Eigenlijk, ik dacht, Zwitserland is altijd wel met sneeuw en zo. Kan ik naar links? Ja. Ik moet wel. Ja, ik moest kijken in mijn spiegel of er wel wat kwam. Maar nee, ik wist echt niet dat het zo mooi was, Zwitserland. Maar je kan het eigenlijk wel vergelijken met Duitsland. Maar dan eigenlijk nog wat mooier. Ja hoor, het is weer de dagelijkse snelweg. Dat we lekker weer gaan stilstaan op de snelweg. Het is helemaal goed. Jullie moeten een boete krijgen, ik niet. Jullie zitten hier verkeerd te rijden, jongens. Jullie zitten verkeerd te rijden, ik niet. Ik doe mijn best. Altijd doe ik mijn best. Dit gaat inderdaad weer helemaal verkeerd. Ik had het helemaal niet meer gepland. Ik had het helemaal anders. Ik had het helemaal strak gepland. Ik ga gewoon naar Zwitserland zonder problemen. Ik ga naar Zwitserland. Ik ga geen gezeur, geen gezeik. Maar blijkbaar kan het weer niet normaal. Omdat er mensen weer zo nodig stil moeten staan op de snelweg. Die moeten weer, er zit weer een vrouw achter het stuur. Of er is een man die weer op de mapkaart moet krijgen, kijken. Of die moet, ten derde die moet zijn vrouw corrigeren omdat zijn vrouw een uur lang de mapkaart ondersteboven hield. Dat ze zowat in Engeland zitten terwijl ze naar Duitsland moeten. Weet je wel, zulke dingen. Dat is altijd iets, maar ik ben het niet. Het is niet mijn schuld. En ik krijg altijd de boetes. Ik ben altijd de pineut. De sigaar. Het slaatje. Het dressing sausje. Nou, ik word er niet goed van. Nou, die meneer voor me is wel een relaxte man. Ik zie het gewoon aan hem. Ik merk het aan zijn rijgedrag. Hij weet gewoon niet waar het gaspedaal zit. Kom op. Ja, meneer. En als ik even... Ik laat mijn gas los, anders rijd ik gewoon tegen hem aan. En wat we dan gaan doen is even... jongens, we gaan hem uitzwaaien met z'n allen. Met z'n allen. Met z'n allen. Hallo. Ik ga u inhalen, meneer. Kijk eens wat ik doe. En dan doen we weer. En ik ga heel langzaam naar de linkerbaan toe. En die man, daar hebben wij helemaal geen last meer van. Die zien wij niet meer. Die man is gewoon verleden tijd. Die komen we misschien nog wel een keer tegen in een ver verleden. Maar die zien we nooit meer. Dat is altijd zo als je op de snelweg zit en je ziet een ramdebiel. Je ziet maar één keer en dan zie je hem nooit meer. Oké, je mag hier 80 kilometer, maar ik zie geen flitspalen. Maar als ze het slim hebben gedaan, zit er een flitspaal achter deze borden. We gaan het merken. Nee, geen flitspaal. Mooi. Oh, wat relaxed. Was dat een bordje van een flitspaal? Ik weet het niet. Zijn dat die flitspalen daar tegenover daar?
Dat zijn flitspalen. Nee, dat kan nooit. Het zijn hele grote opvallende flitspalen. Ja, onze flitspalen in Zwitserland zijn verdekt opgesteld. Van die hele grote slagbomen dadelijk. Kijk, er staat er nog één. Voor de andere kant van de weg natuurlijk. Daar wonen ook mensen. Daar rijden ook mensen. Dat is beter. Oké, er zit zo'n rare tanker voor mijn gezicht. Scherpe bocht. Ik zou een klein beetje remmen. Ik rem ook een klein beetje en dan gaan we naar de linkerbaan. Nou, ik zal niet te hard roepen, maar ik moet heel nodig poepen. Nee, ik zal niet hard roepen. Ik heb nog geen boetes. Nee, en dat is positief. Vergeleken met de vorige aflevering. Tenzeker weten. En voor mijn baas is dat helemaal positief. Want die mag mij niet ontslaan. Ik moet toch werk hebben, jongens. Begrijp dat dan. Ik kan toch niet zomaar zonder werk zitten. Bedenk nou eens na. Adem in. Oh, ik was al ingeademd. Adem uit. Tjonge, jongen. Ik zou lekker stilstaan op de weg. Ik zou lekker stilstaan, jongens en meisjes. Jullie krijgen weer de Nobelprijs van mij. Dankjewel. Nobelprijs voor die heren die daar achter stonden te wachten. Op de snelweg. En als ik eens op de snelweg sta. Oh, nou dan krijg je de boetes weer hoor. Je hebt een boete. Snelheidsovertreding waarschijnlijk. U staat stil. Nou, dit gaat lekker. Mooi zonnetje. Dus overdag zijn ze weer aan de weg bezig. Wanneer niet? Nou, in ieder geval, ik heb er geen last van. Dus we rijden gewoon keihard door. La la la. Bordje. Kunnen we tanken? We hoeven niet te tanken, joh. We zijn nog een uur onderweg en dan zijn we er al. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. I shot the sheriff. Oké, okay. Oh, dan kun je ook slaapje doen. Er staat ook een bed. Oh, we gaan weer onder een tunnel. Le tunnel. En we mogen maar 70. 100 mogen. 100. 100. Rustig. Je mag met 100. Oh. Haha. Hey. Ik let op, jongen. Oh, ze zijn we hier bezig met de weg. Er staan weer van die bordjes. Van die paaltjes weer langs de weg hier. Ze zijn weer aan het klooien hoor hier. Ik hou mijn gaspedaal los, want je mag hier maar 100. Ja. Oh! Als er iemand op me botst, dan kan ik hun de schuld geven, want ik heb een licht aan. Hey. Heel slim. Wauw, kijk die brug. Daarom Zwitserland. Prachtig land. Ik wilde heel graag in rijden. Zwitserland. Zwitser clear. Dumts. Oh, wat is hier aan de hand, jongen? Wat is hier aan de hand? Staat er weer iemand stil op de weg? Natuurlijk, meneer de vrachtwagen. Tuurlijk, gewoon stilstand op de weg. Groot gelijk, ik zou het ook doen. Jongen. De vierde persoon al, hè? De vierde persoon die stilstaat op de weg. Ongelooflijk. Nou, binnen 40 minuten zijn we er. We hoeven nog maar 41 kilometer voor onze bestemming. En dan kunnen wij ik zal het nog eenmaal laten zien, de zadelpanelen. Gaan wij afleveren. Zijn we serieus van FedEx? We moeten naar FedEx. Dat bedrijf wat ik haat. Zal ik expres omdraaien? Nee, ik moet dit doen, jongens. Ik moet dit professioneel zien. En trouwens een leuk treinstation naar links. Dat heb ik ook nog nooit gezien. Fantastisch. Zo. We gaan dadelijk een slalom doen. En dan gaan we denk ik richting het dorpje waar we heen gaan. Want binnen 26 minuten zijn we op de bestemming van de plaats. En als het goed is gaan we dan naar Genève. Genève. Ik denk dat ik hier vast naar rechts ga. En nog een keer. Het gaspedaal even
rempedaal in trap. Dus een scherp bochtje, jongens. En dan gaan we nu al met 75 km overheen. Wat al niet goed is. Dat is al veel te hard, hoor. Huppakee. Scherp bochtje, maar we halen het. Geen idee. Volgens mij ken ik deze weg. Waren we die hier niet eerder ook? In de vorige aflevering? Dat zou best wel kloppen, hè? En links ga je naar Zurich. Dat is liggen in Duitsland. Als het goed is. Is dat niet de hoofdplaats? Weet ik veel. 100 kilometer mogen hier. Nou, dat is mooi. Zo, ik moet een tukje gaan doen. Ik heb niet goed geslapen, jongens. Zo. Zogenaamd, hè. Niet expres. Oké, ik heb 1 boete en ik heb 1% schade. Genevee ontdekt. En dit is een heel compact plaatje, zie ik nu al. We gaan hier naar rechts. En rood licht. Rood licht moet je verstoppen, jongens. Als je dat niet wist, hè. En kijk nou, de mensen staan gewoon in kronkels. Dat zal wel. Allemaal minis ook. Ik denk als het groen licht is, dat ik zeker nog 10 seconden moet wachten. Help. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oh, nou ja, het was binnen 7 seconden kon ik eindelijk best wel aardig op weg. Nee hoor, ik kon gewoon doortellen. 10. Ik kon remmen. En nou weet ik dat hij... Hij gaat zelf door rood, die achterlijke bosaap. Die achterlijke bosaap gaat gewoon door geel. Of door rood. Kom op, naar links. Neem lekker die brede bocht als je weet dat ik ook die bocht moet nemen. Aap. Nou ja, we hebben in minder boetes dan vorige keer. Maar ik ben er nog niet. Ja, ga alsjeblieft voor mijn neus weg. Potverdorie zeg. Mensen kunnen hier... Ja hoor. Hallo. Het is groen licht hoor. Je mag eventueel naar links toe hoor. Ja, nu is het rood licht. Nou moet je weer wachten. Ja hoor, leuk. Oh man, mensen kunnen hier rijden hoor. Of het stoplicht is niet goed geregeld. Zal ik even wat te drinken halen anders? Dit gaat wel even duren hoor. Kom op. Ik moet hier rechtdoor, kom op. Ja. Ja, rijden. Gassen. Niet remmen. Ja, nu is die weer rood. Jongens. Oh man. Net omdat die gozer niet doorrijdt, kan ik gewoon niet... Oh, god. Oké, nou even netjes wachten nog. We zijn er toch bijna, jongens. YOLO. Groen. Rood. Yes! And go. Hier zijn we al. Nou, zo snel ging het. Zaagselpanelen bij FedEx. Ik ga even kijken. We kunnen hem even goed inparkeren, toch? We hebben toch nog even tijd om te parkeren. Ja, ik ga hem gewoon even netjes inparkeren. Wacht. Geweldig! Yeah! En level 3!
Level 7 bedoel ik. Yes. Enthousiasteling. We zijn level 7 geworden met deze. En daardoor mogen wij een dingen geven. Een soort van... Ja, lange afstand. Daar wil ik zeker voor eerst gaan. Eerste lange afstanden. Yes, we hebben namelijk het hoogste bereikt van lange afstanden. Fantastisch. En daardoor krijgen we meer geld. En kunnen we meer bereiken. En kunnen we langere ja, dingetjes gaan doen. Dus dat is wel fantastisch. En wil ik stiekem even kijken wat voor afstand we nu kunnen doen. Even kijken hoor. Dit is vrij rijden waarschijnlijk. Escape. Arbeidsmarkt. Snelle vracht. Even kijken hoor. Deze is de grootste. Dat is van Torino. Dat is van Italië naar Verenigd Koninkrijk, jongens. En deze. Van jeetje, helemaal naar de punt van Oostenrijk. Bratislava moeten we nog ontdekken, trouwens. Wauw, en deze ook. Nou, helemaal naar beneden in Tsjechië. Van Nederland naar helemaal naar Tsjechië. Nou mensen, tot de volgende video. Dan gaan we zeker wat vets doen. Doei, doei!